Het ministerie van Defensie heeft gisteren een kort geding ingediend tegen de vereniging Rechtspositie Militairen, de VRM. De vakorganisatie voerde actie omdat ze een loonsverhoging van 150% eisen. De militaire vakbond heeft inmiddels de aangekondigde acties opgeschort en heeft dat omstreeks 10 uur vanmorgen in een brief meegedeeld aan minister Matura van Defensie. De vereniging Bedrijfsleven, de VSB, heeft sinds gisteren een nieuwe leiding en voor het eerst sinds haar oprichting vrouwelijk leiderschap. De algemene ledenvergadering heeft bij enkele kandidaatstelling besloten dat Rekha Bisumbar en Mervel Kotzebue voor de komende 3 jaren de organisatie mogen leiden. Hiermee treden Brian Renten en Wilfred Baldeo af en hebben ze de VSB 2 termijnen gediend als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Suriname is klaar voor de implementatie van het 3e Decent Work Country Program, nu er vanuit de sociale partners en overige stakeholders draagvlak is voor de inhoud van het programma. De ondertekening van het programma tussen de ILO en de minister van Arbeid met de sociale partners zal in december plaatsvinden, waarna per 1 januari 2023 uitvoering gegeven kan worden aan dit programma voor een periode van 3 jaren.